hoe kan het nu dat er zo weinig maatregelen worden genomen om deze mensen te helpen? De maatschappij die eigenlijk steeds sneller wil, die wil dat we een 24-uursmaatschappij worden, ook als het niet echt nodig is. Daar vind ik dat we met z'n allen een verantwoordelijkheid dragen. Dat we moeten zeggen, dat willen we eigenlijk niet. Moet iemand vannacht aan de gang om mijn pakketje morgen te brengen? Dat vind ik zonde. Dan denk ik van, die persoon had beter kunnen slapen. Dit is Flora Holland in Naaldwijk. Er wordt keihard gewerkt. Klein detail, het is midden in de nacht. Hoeveel mensen werken hier nu? Nou, er werken nu, vandaag zeg maar, 19 man zijn hier aan het werk vanaf 7 uur tot half 5. 19 man die de hele nacht doorwerken? Ja, die de hele nacht doorwerken. We hebben continu werk, dus 24 uur. Dus er moet hier een ploeg zijn die de bloemen ontvangt. Maar hoe hou je dat vol s'nachts? Nou, hoe we het volhouden? Nou, we hebben hele gezellige collega's. Ja, absoluut. Dat wel. Het is niet gezond in de nacht werken, sowieso niet. Nee. En het is ook niet makkelijk. Nachtwerk. Het neemt elk jaar toe. Nu al werken 1,3 miljoen mensen regelmatig of alleen maar s'nachts. Ja, dat vind ik toch gek, want ik dacht dat s'nachts werken juist ongezond was. Of valt het dan toch mee als zoveel mensen in de nacht werken? Hoeveel koffie drink je nou per nacht? Verschillend. Vroeger dronk ik heel veel. Ja. Dat was echt 15 bakjes per nacht. 15 bakjes per nacht? Ja, alleen de laatste tijd heb ik een glaas van maagzuur. Ik hou het bij 3. Oh, verstandig. Nou, wat drink jij, Diederik? Gewoon zwart. Vinat, hoe lang doe jij al nachtwerk hier? Ik 19 jaar. 19? Sinds ik hier werk. Wow. Ik werk al in de wisseldienst, in de nachtdiensten. En? Ik heb 3 afdelingen gehad, maar toch altijd in de nachtdienst. En hou je dat goed vol? Ja, het is puur. Ik heb gekozen voor de privé een beetje. Voor mijn kinderen, voor de oppas. En ook voor financieel. En het gaat wel. Af en toe is het wel zwaar met slapen. En wat doe je in de nacht om wakker te blijven? Of is dat wel goed te doen? Het is goed te doen. Als je goed bent uitgeslapen, is geen probleem. Vaker heb ik geen probleem. En zelfs bij collega's zie je ook. De meeste collega's zijn gewoon uitgerust. Want als je niet uitgerust bent, dan heb je een lange nacht. Ja. Dan heb je echt problemen en dat hou je niet vol. In de zorg zijn nachtdiensten onvermijdelijk. S'nachts zijn patiënten natuurlijk ook ziek. Maar die nachtdiensten eisen wel hun tol. Uit onderzoek van de beroepsvereniging blijkt dat 65% van de verpleegkundigen lichamelijke gevolgen ervaart, zoals slapeloosheid. 21% gebruikt pillen om na een nachtdienst in slaap te vallen. Melatonine, temazepam, oxazepam. Wij die voor andere zorgen hebben schade, omdat wij voor hun zorgen. En die schade is niet weinig, maar we hebben bijvoorbeeld 7% meer kans om op diabetes mellitus te hebben, dus suikerziekte. Ja. We hebben 8% meer kans om hart- en vaatziekten te krijgen. We hebben slaapproblemen. We hebben 5 keer zoveel kans om een auto-ongeluk te krijgen als we naar huis rijden. Ah. Hoe is dat mogelijk? Ja. Snap je dat? Hoe is het mogelijk dat niet de afgelopen 20 jaar al daar wat aan gedaan is? En dus zijn Jo van Bussel en Astrid Salet maar zelf op zoek gegaan naar maatregelen om de nachtdienst gezonder te maken. We laten onze koks, die super enthousiast waren om hier aan mee te werken, die maken dus nu een voeding die uitgebalanceerd is, dus heel veel eiwitten heeft, nou, relatief weinig koolhydraten, veel noten. En dit is gewoon gezond om hem ongeveer 2 uur 's nachts te nemen. We zagen dat mensen, als ze nachtdienst hadden, heel erg veel snelle koolhydraten. Dus wat chips en koekjes. En, ja, even heb je wat energie en daarna krijg je een enorme dip. Ja. En dat gaat dan over de nacht door. Dat is heel erg slecht. En verderop in de nacht kunnen mensen een krentenbol of iets anders pakken of een beetje yoghurt voor ze naar huis gaan. Licht is heel belangrijk voor ons nachtnacht. Ja. Wat doen jullie daarmee? We hebben brillen aangeschaft. Ja. Deze zorgt ervoor, als mensen een dip hebben in de nacht, waarbij ze vermoeid zijn, verminderd concentratie hebben, dan kunnen ze deze brillen die we opladen, die geven blauw licht. En die kunnen mensen dan opzetten en dan krijgen ze, ja, worden ze wat wakkerder, een energy boost. Ja, want ik heb al een dip, dus voor mij is dit ideaal. Het is wel helder. Ja. Ik moet alleen niet met een blauwe pen schrijven, denk ik nu. Nee. Want dan zie ik niet meer waar ik schrijf. Nee, je kunt niet alle wij kunnen op de intensive care ook niet alle handelingen doen met deze bril. Want je kan zo geen aders vinden. Nee. Nee, en ook geen medicijnen klaarmaken. Nee. Maar de mensen kunnen wel even, als ze een dip hebben, gewoon 20 minuten die bril opzetten. En dan voelen ze zich echt duidelijk beter. Oh, wat goed. Ja. Wat goed, ik zie ook nog oranje lamp. Ja, deze brillen die doen eigenlijk precies het tegenovergestelde. Het oranje is voor na de dienst, wanneer mensen naar buiten komen. Het is heel erg belangrijk dat ze dan goed slapen, goede slaapkwaliteit hebben. En daar zorgen deze brillen voor, die filteren het blauw licht. En het melatoninegehalte daalt dan niet helemaal, waardoor ze beter slapen. Ah, dus dit is meer dat je na je dienst niet te wakker wordt van het ochtendgloren. Ja. Dus als mensen het ziekenhuis uitlopen, hebben ze deze bril op. Ook nachtdiensten. Nog een maatregel. Verpleegkundigen mogen nu zelf hun diensten indelen. Ochtendmensen zullen dat anders doen dan avondmensen. Dat maakt het dat mensen gewoon minder stress hebben, doordat ze het beter aansluiten aan hun privéleven. De energypot hebben we aangeschaft. Die hebben we op een andere unit neergezet. Daar is, in principe zijn daar geen IC-patiënten. Dus je hoort daar geen piepjes en andere dingen. En mensen zijn echt even van de afdeling af. Zo. Wow. Dus ik stel voor... dat ziet er speciaal uit. Dat je er lekker in gaat liggen. En de koptelefoon en dan op de groene knop. Groene knop? Ja. Oh, hier zo, deze. Ja. Tot over 20 minuten. Dit is heerlijk. Astrid? Astrid? Ja? Zal ik je weer... Kom van los, hè? Ja, nee, dit is top. En merken mensen aan het einde van de nachtdienst echt verschil? Ja. Dat ze fitter zijn? Ja. Nou, het is zo. We hebben natuurlijk een enquête uitgedaan, dus we weten nog niet helemaal de resultaten. Maar iedereen is echt vol lof. En voor iedereen werkt het ook weer een beetje anders. Want sommigen gaan hier in het begin van de dienst in zitten. En sommigen gaan, zeker als het druk is op de intensive care, dan komen ze niet aan toe. En dan gaan ze 's ochtends, voordat ze naar huis rijden, hier nog in. Omdat ze veilig naar huis gaan. Nachtwerkers hebben vooral klachten van hart en vaten. Mm-hmm. En het zou wel eens kunnen zijn dat dat juist komt door dat eten 's nachts. Omdat je bij 's nachts eten hoge suikerspiegels krijgt. En dat is eigenlijk slecht voor je vaten. En dat hebben we in een onderzoek ook aangetoond. Dat nachtwerkers sneller die suikers afzetten in hun vaten, waardoor ze stijf worden en je eigenlijk een groter risico loopt op hart- en vaatziekten. Een arts moet wakker zijn, ja. En als je medicijnen uitdeelt, moet je geen fouten maken. Als jij een dienst hebt of een werk hebt waarbij je eigenlijk alleen maar iets hoeft te doen op het moment dat bijvoorbeeld een alarm afgaat of iets dergelijks, dan hoef je niet de hele nacht heel fit en wakker te zijn. Een bewaker kan wat relaxter zijn. Een bewaker die bij een hotel zit en die wakker moet worden als er aan de voordeur gebeld wordt, die hoeft niet de hele nacht zichzelf fit wakker te houden met licht. Dus ik denk dat het heel erg afhankelijk is van je werk en van je rooster, hoe je met bijvoorbeeld licht, met blauw licht of met filteren van licht en met andere dingen omgaat 's nachts. Toch vragen we steeds meer mensen om 's nachts te werken, zoals in de logistiek, vooral bij distributiecentra van webwinkels. Vandaag besteld, morgen in huis. We moeten zo min mogelijk nachtdiensten draaien. En daar waar het niet nodig is, moeten we mensen geen nachtdienst laten draaien. Zijn wij met z'n allen een beetje verantwoordelijk voor de hart- en vaatziekten wat dat betreft, voor een aantal van dat soort mensen? Ik weet niet of wij verantwoordelijk zijn, maar de maatschappij is daar wel voor verantwoordelijk. De maatschappij die eigenlijk steeds sneller wil, die wil dat we een 24-uursmaatschappij worden, ook als het niet echt nodig is. Daar vind ik dat we met z'n allen een verantwoordelijkheid dragen. Dat we moeten zeggen, dat willen we eigenlijk niet. Moet iemand vannacht aan de gang om mijn pakketje morgen te brengen? Dat vind ik zonde. Dan denk ik van, die persoon had beter kunnen slapen. Het is al heel erg lang bekend dat er schadelijke effecten zijn. En hoe kan het nu dat er zo weinig maatregelen in worden genomen om deze mensen te helpen? Terwijl we toch steeds meer mensen krijgen die nachtwerk doen. In Nederland hebben we al meer dan 1 miljoen mensen. Waarvan, nou, van de vervoers tot de zorg en nou, iedereen. Dus er moet echt wat gebeuren.